gelukkig zijn, of niet? Ik dacht even, zal ik nog spreken? Ja, zeker. Halleluja, is de Heer goed? Ja. Amen. Amen. Hebben jullie dat ervaren deze week? Ja. Ja. Dat hij goed is. Ja. Amen. 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 Halleluja, de Heer houdt van ons. En ik ben blij dat ik hier mag zijn. En het is voor mij natuurlijk wel, ja, moet ik het zeggen, apart zonder mijn geliefde man. En ja, voor degenen die dat niet weten, Hendrik Jan heette mijn man. En normaal zou die natuurlijk samen met mij gekomen zijn. Vaak heeft hij ook gesproken, hè, in de gemeente ook bij Hans. En, ik heb een hele lieve oudste en een lieve oudsten, Ludo en Stella. En toen ik zei van, dat Hans me uitgenodigd had, en ik zei, ja, dan zal ik met de trein moeten. En ja, ik rijd zelf geen auto, dus ik ben nu afhankelijk van openbaar vervoer. Maar eigenlijk zag ik daar wel wat tegenop. Maar Ludo zegt, oh nee hoor, dan breng ik je. Dus ik ben jullie heel dankbaar daarvoor. We hebben een goede reis gehad, prachtig weer. En ik ben heel blij dat ik hier mag zijn. En ook de andere keren dat wij er waren. We zijn hier ook een keer geweest, herinner ik mij. Maar ook in het andere gebouw, waar in de Vuurtorenstraat was dat, hè, waar we vaak geweest zijn. En ikzelf en Hendrik Jan ook hebben dat altijd als heel fijn ervaren. En ik zie natuurlijk nieuwe gezichten ook vanmiddag, maar ook gezichten die ik, hè, broeders en ja, die ik al eerder ontmoet heb en gezien heb. En en Hans en Ilse natuurlijk, hè, jullie. En wat ik zo fijn vind, dat we altijd heel hartelijk ontvangen werden ook, en nu ook natuurlijk. En het is altijd fijn om met elkaar te delen wat de Heer in onze levens doet. Amen. Amen. Ja, en het zal misschien heel verschillend zijn. Hè? Ik ga nu door een periode van rouw natuurlijk. Ik mis Hendrik Jan echt heel erg. En ik denk dat dat ook normaal is natuurlijk. Hè? Maar ik weet wel dat hij bij Jezus is. En dat hij geniet voor Gods troon. Hè? Dat is een enorme troost als we de Heer kennen. Ja, als ons iets overkomt, we hadden het nog in de auto met elkaar erover. Toen zei ik tegen Ludo, ja, je leest ook vaak over jonge mensen die omkomen door een ongeluk. En ik zelf denk dan altijd gelijk, zouden ze Jezus gekend hebben? Dat heb ik gelijk in mijn hoofd dan. En daarom is, ik zie nou ook vanmiddag, fijn dat je jonge mensen zijn. Zo belangrijk, ook wat Ludo net zei, dat we Jezus kennen. En weet je, als je hem nog niet kent, ga vanmiddag echt die keuze maken. Want daar zal je nooit spijt van hebben. En dan weet je ook zeker dat je, als je komt te sterven, of als de Heer terugkomt, hè, dat je dan met hem mee mag. En dat je anders, als je komt te sterven, altijd bij hem mag zijn. Hè? En dat is zo'n geweldige zekerheid die we mogen hebben als Gods kinderen. Amen. Nou, ik heb natuurlijk gebeden voor vanmiddag en ik vond het wel mooi dat de Heer dat ook verder aan mij bevestigde. En ik wil vanmiddag met jullie spreken. En dat staat in Lucas 15. Lucas 15. En dan vanaf vers 11 wil ik met jullie lezen. Het is een heel bekend gedeelte. Ik denk dat iedereen die hier is, daar wel eens over gehoord heeft. Is iedereen gewend om regelmatig naar de kerk te gaan? Mag ik jullie handen zien? Niet allemaal. De jonge mannen niet, jullie zijn voor het eerst hier? Ik ben wel vaker gekomen. Ja? Oké. Maar jij, we hebben natuurlijk ook de coronaperiode gehad, hè? Dan kon je ook niet naar de kerk, maar dan kon je wel via livestream heel wat diensten als je wilde bekijken, hè? Maar goed, dit gaat over de gelijkenis van de verloren zoon. En hij zeide, iemand had twee zonen. De jongste van hen zeide tot zijn vader, Vader, geef mij het deel van ons vermogen dat mij toekomt. En hij verdeelde het bezit onder hen. En weinige dagen later maakte de jongste zoon alles te gelde. Hij ging op reis naar een ver land, waar hij zijn vermogen verkwiste in een leven van overdaad. Toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood over dat land en hij begon gebrek te lijden. En hij trok erop uit en drong zich op aan een der burgers van dat land
en die zond hem naar het veld om zijn varkens te hoeden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, doch niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en zeide, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tot hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u en ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Stel mij gelijk met een uur dagloners. En hij stond op. Hij keerde naar zijn vader terug en toen hij nog ver af was, zag zijn vader hem en werd met ontferming bewogen. En hij liep hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Maar de vader zeide tot zijn slaven, breng vlug het beste kleed hier en trek het hem aan. En doet hem een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten. En haalt het gemeste kalf en slacht het. En laten wij een feestmaal hebben, want mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En ze begonnen feest te vieren. Zijn oudste zoon was op land en toen hij dicht bij huis kwam hoorde hij muziek en dans. En hij riep een van de knechten tot zich en vroeg wat er te doen was. Deze zeide tot hem, uw broeder is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf laten slachten, omdat hij hem gezond en wel teruggeeft. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen kwam zijn vader naar buiten en dwong bij hem aan, maar hij antwoordde en zeide tot zijn vader, zie, zoveel jaren ben ik al in uw dienst en nooit heb ik uw gebod overtreden. Maar mij hebt gij nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Doch nu die zoon van u gekomen is, die uw bezit heeft opgemaakt met slechte vrouwen, hebt gij voor hem het gemeste kalf laten slachten. Doch hij zeide tot hem, kind, gij zit altijd bij mij en al het mijne is het uwe. Wij moesten feest vieren en vrolijk zijn, want uw broeder hier was dood en is levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Nou, ik weet niet hoe dat bij jullie gaat, dat je dit verhaal opnieuw, en waarschijnlijk hebben velen van jullie dit vaak gehoord, maar als je het opnieuw zo weer hoort vanuit het woord van God. Ik tenminste heb dat wel, ik zie dat als het ware voor me. Die vader, papa, die staat op de uitkijk, elke dag mogelijk. En hij bidt natuurlijk, en wanneer zal mijn zoon weer terugkomen? En misschien ben je hier en is dat voor jou herkenbaar. Het kan zijn, er zijn ouders die hebben soms een kind wat niet meer met de ouders contact wil hebben. Of op een andere manier. En jij als moeder of vader, je bidt ervoor. Maar je staat als het ware op de uitkijk. Je blijft geloven als het goed is. Van Heer, er zal een tijd komen dat hij of zij weer bij me zal zijn. En zo geloof ik dat die vader, het is een gelijkenis die de Heer Jezus vertelde. Maar dat de vader en God de vader is ook zo. Hij staat op de uitkijk. Hij kijkt van, komt mijn zoon en mijn dochter, komen ze weer terug naar mij. En wat heel veel zonen, ook jonge mensen, ook in deze tijd, haken af. He? Ze zijn christelijk opgevoed vaak, maar willen toch hun eigen weg gaan. Wie van jullie herkent dat? Vast wel iemand, hè? Ja. Maar zo is het dat de vader, die blijft wachten. Die blijft geloven dat zijn kind weer terugkomt. En weet je, die zoon die wegging, die dacht, lekker, heb ik een hoop geld van papa. En ik ga heerlijk in de wereld leven. Ik ga nu mijn eigen weg. Ik ga niet meer die weg die mijn vader mij voordroeg. Maar ik ga, en dat kennen we ook wel. Heel veel kinderen in deze tijd zijn ook zo. Ik wil de wereld in. Ik moet toch weten wat er allemaal gaande is. Maar zo gebeurde het dat hij zijn geld verkwiste.
ook natuurlijk aan hele verkeerde dingen. He, zijn broer zegt slechte vrouwen. Nou ja, je kan je wel voorstellen, als iemand echt de wereld ingaat, als je niks meer met Jezus, met God te maken wil hebben, dan zoek je het vaak in dingen waarvan wij zeggen als Godskinderen, dat is niet goed dat je daar naartoe gaat. En dat gebeurt bij hem. En uiteindelijk is al zijn geld op. En het is eigenlijk vreselijk, want hij had geen eten meer waarschijnlijk. Dat kun je hieruit opmaken, geen drinken. Dus toen ging hij, en mocht hij dan die varkens hoeden. Maar varkens waren natuurlijk onreine dieren. En hij begeerde dus dat hier om die schillen dan te eten. Dat moet je je voorstellen. Zou je, ik denk niet dat wij, als je eraan denkt dat wij graag schillen van het varkensvoer zouden willen eten. Maar zo erg was het met hem gesteld. En dat wilde hij, maar het mocht dus. Hij kreeg ze niet. En zo gaat het vaak met de Heer, ook in ons leven. Als we afgedwaald zijn, of als we misschien een hele verkeerde beslissing hebben genomen, dan trekt de Heer ons als het ware weer terug. En dan zegt hij, kom maar weer terug bij mij. Bij mij is het veilig. En zo kwam deze zoon ook tot zichzelf, staat er in vers 17. En hij dacht eraan dat de dagloners van zijn vader, dus degene die werkte voor zijn vader, dat die het veel beter hadden dan hij nu op dit moment. En hij, nou, en jullie hebben het net gehoord, hè? En hij dacht toen, nou, ik zal opstaan en ik ga naar mijn vader. En ik zal zeggen, en dat is mooi, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Hij besefte dat hij gezondigd had, dat zijn houding naar zijn vader toe verkeerd was geweest. He, dat het zijn vader ook heel veel verdriet had gedaan. En hij zei zelfs, ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Stel mij gelijk met een uw dagloners. Dus eigenlijk was er zo'n besef al van zonde in hem, dat hij dacht, ja, ik kan niet meer de zoon zijn. Ik heb het zo verbruikt, ik ben zo slecht geweest, mijn leven is zo verkeerd geweest. Maar hij nam het besluit, hij ging wel naar zijn vader toe. En ik vind het zo mooi in vers 20. En toen hij nog ver af was, zag zijn vader hem. En dit vind ik ook heel belangrijk. En werd met ontferming bewogen. Weet je, zo is onze hemelse papa ook, met ontferming bewogen. Misschien ben je vanmiddag hier, je zit met een enorm probleem, of je denkt, heeft het leven wat zin? Waarom ben ik er eigenlijk? En vul het zelf maar in. Maar de Heer is over jou, over ieder van ons, met ontferming bewogen. Hij houdt van je, hij heeft je zo lief. Ludo noemt ook, hij is aan het kruis gegaan, voor ons persoonlijk, voor onze zonde. Waarom? Omdat hij ons zo lief heeft. En dan die vader, die ziet hem komen. Hij is met ontferming bewogen. Hij liep hem tegemoet. Ik kan me bijna voorstellen, ik weet niet, misschien was het al oud. Maar hij rende waarschijnlijk naar zijn zoon toe. En hij viel hem om de hals en kuste hem. En hier kunnen wij als Gods kinderen iets uit meenemen. Dat die vader, hij zei niet, nou, je hebt er ook wat van gemaakt en nou kom je, nou denk je zeker dat ik je gaat helpen. Nee, hij zei helemaal niets, maar hij viel hem om de hals, hij kuste hem. En zo is onze hemelse papa ook, onze hemelse vader. Wat er ook in je leven gebeurd is, misschien ben je hier en heb je een leven achter je dat je denkt, nou dat was niet zo mooi. Maar de Heer zegt, ik maak alles nieuw. Hij maakt alles nieuw. Als we hem aanvaard hebben, als we gezegd hebben, Heer Jezus, ik wil bij u horen. Ik wil uw kind zijn, uw zoon, uw dochter. Dan is er een nieuw begin. De Bijbel zegt ook, dan ben je een nieuwe schepping. Is het niet geweldig? En ja, als we dat kunnen beamen, dat we een nieuwe schepping zijn. Als ik nog denk, ik heb trouwens de Heer aangenomen toen ik een kind was nog. Op mijn knietjes. Ja. He? En ja, dat is eigenlijk geweldig. Als je kind bent en je neemt dan al Jezus aan. He? En natuurlijk, je moet nog groeien als je kind bent, ook als je jong bent. He? Je moet groeien. Maar ik heb het voorrecht gehad dat ik in een gelovig gezin opgevoed ben. Dat is natuurlijk echt heel fijn. Lieve ouders die al heel lang bij de Heer zijn, maar die echt van Jezus hielden.
En daar ben ik natuurlijk heel dankbaar voor. Maar goed, dan zegt die zoon in vers 21, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Maar de vader, er staat helemaal niet dat de vader met hem ging discussiëren. Of praten van, ja zoon, het was wel verkeerd, maar goed, zus en zo. Nee. Dan staat de vader, zeide tot zijn slaven, breng vlug het beste kleed hier. En trekt het hem aan en doet hem een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten. En ook nog het gemeste kalf en slacht het. En laten wij een feestmaal hebben. Dus wat gebeurde er? Het was feest die dag. Het was geen, niet een houding van wat wij misschien zelfs als christen nog wel eens hebben. Hè? Soms kom je dat wel eens tegen. Ja, maar die en die, die was toen zo, hè? Die heeft dat gedaan. Maar gelukkig, hè? Jezus denkt er niet meer aan, hè? Corrie ten Boom zei onze zonden, hè, die zijn in de, hebben jullie wel eens gehoord, in de oceaan. En er staat een bordje bij, verboden te vissen. Hè? Dus niet meer ophalen. Amen. Halleluja. En en dus die zoon die krijgt mooie kleding aan, een ring, hè, aan zijn hand, schoenen aan zijn voet. Hij zal er waarschijnlijk vies uit hebben gezien. Kapotte kleding waarschijnlijk. Hè? En dan ineens dan ziet hij er prachtig uit. De zoon die thuis gekomen is. Maar ja, hij had een broer. En jullie hebben het net gehoord. En die was op het land. En hij hoorde muziek en dans. Dus het was een hele vrolijke boel daar. Hè? Kun je wel voor je zien. Hè? En hij wilde weten van wat er te doen was. Ja. Maar zo jammer, in plaats dat die broer nou heel blij was, werd hij boos. En hij wilde niet naar binnen gaan. Eigenlijk vond hij het maar niks. He, dat zijn vader eigenlijk zo lief was voor zijn broer. En dat is eigenlijk heel triest. He, eigenlijk, ja, je zou zeggen, dan ben je toch blij als iemand van zijn zondige leven terug is gekomen. Maar dat was weer niet het geval. En hij vond eigenlijk dat hij heel goed leefde. Hè? Dat hij was niet zo verkeerd gaan doen zoals zijn broer. Hè? En dan zegt ook, maar gij hebt mij nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Nou ja, enzovoort. Maar ik vind het zo mooi wat de vader dan zegt in vers 31. Kind, gij zit altijd bij mij en al het mijn is het uwe. En zo is het ook. Als we dicht bij Jezus zijn, dan wil Hij ons alles geven wat we nodig hebben. He? Hebben we tekort, misschien in financiën, we kunnen daarom bidden. En de Heer wil voorzien, Hans noemt het genezing, de Heer wil voorzien. Want Hij is nog steeds dezelfde, Hij is niet veranderd. Wat de Heer vroeger deed, op wat we leren lezen in de Bijbel, dat doet Jezus vandaag de dag nog steeds. Gelukkig, hè? En ja... En de vader zegt dan ook tegen hem, hè, tegen die andere zoon, kind, ge zijt altijd bij mij en al het mijne is het uwe. En we moesten feest vieren en vrolijk zijn, want uw broeder hier was dood en is levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En weet je, dit is zo'n mooie gelijkenis en ook rondom ons, misschien jouw buren wel. Misschien zijn ze ook nog niet gered, dat ze... Jezus nog niet kennen. Ik heb heel wat buren rondom mij die denk ik nog niet echt bekeerd zijn of wedergeboren. Gelukkig ook christenburen heb ik. En dat is natuurlijk wel heel fijn. En dan zeg ik wel eens tegen een van de buurvrouwen, hé, jij bidt voor de mensen hier rondom jij, excuus. En ik bid voor de buurt, ik bid elke dag voor mijn buren. Ik zegen ze ook voor de kinderen. En ik geloof echt als je dat doet... En als jullie het nog niet doen, misschien heb je wel een buurvrouw of een buurman die je niet zo aardig vindt, dan gaan ze zegenen. Ik heb het ook gehad, buren die heel afstandelijk waren, hè, ook vroeger toen Hendrik Jan de Nuk was. En wij hebben altijd ervaren dat het een geestelijke strijd was. Omdat wij natuurlijk met werk van de Heer al jaren, bijna 25 jaar als gemeente, maar ook daarvoor al heel lang in het werk van de Heer actief waren. En, maar het bijzondere is, door het gebed
is de buurvrouw enorm veranderd. Haar man is jaren geleden overleden. Ze heeft nu een vriend, al een tijd weer. Maar laatst hadden we het zelfs met elkaar over het geloof. Ik dacht van, nou, dit is echt een mirakel, een wonder. En daarbij moet ik nog vertellen dat haar man die overleden is, hij kreeg kanker en was 54 jaar. En dat was een zoon van vrienden van mijn ouders. En toen zij naast ons kwamen wonen, toen wij hen vroegen om bij ons op visite te komen, om kennis te maken, toen vroeg ik, waar komen jullie vandaan? En toen zegt hij, uit Tricht. Zegt Tricht? Ik kom ook uit Tricht. Wie heeft er wel eens van Tricht gehoord? Nee. Nou, het is een dorpje vlakbij Geldermalsen. Daar wel eens van gehoord? Nee. Tiel, Culemborg, in de Betuwe, in Gelderland. En wat bleek toen? Dat het een zoon was van vrienden van mijn ouders. En dat hij bij mijn zusje in de klas heeft gezeten. Op dezelfde school als waar ik ook op heb gezeten. Alleen hij was dus veel jonger dan ik. Hij was helemaal weg bij de Heer, maar toen hij kwam vertellen dat hij zo ernstig ziek was, toen had zijn vrouw gezegd, jij moet maar weer terug gaan bidden naar wat jij geleerd hebt in je opvoeding. En ik geloof ook dat hij dat gedaan heeft. Maar zo zie je, als je ook voor de mensen rondom je gaat bidden, dat de Heer ze ook gaat veranderen. En het kan misschien lang duren hoor, bij mijn buurvrouw heeft het heel lang geduurd. Maar wat ik, en ik weet niet, misschien is dit een tip voor jullie. Als je bijvoorbeeld weet dat iemand het heel moeilijk heeft. Zoals mijn buurvrouw, mijn man was overleden. En ik zet het dan op de kalender. De datum wanneer hij overleden was, wanneer hij jarig was. En dan bracht ik tot nog toe altijd een bloemetje of een presentje. Of in ieder geval laat ik blijken dat ik aan haar denk en aan de kinderen. En ik geloof ook, als je dat gaat doen, ook al ontvang je misschien helemaal geen liefde terug, maar ga het gewoon doen. En je gaat zien, als jij daarvoor bidt, dat de Heer de situatie gaat veranderen. En mijn gebed is natuurlijk dat ze ook tot Jezus zullen komen. Amen. En wie weet, hè? De Heer die wil toch elk mens redden. Amen. En weet je, en ook het thema eigenlijk uit deze boodschap is ook, hem met ontferming bewogen. Vanmiddag werd het ook genoemd, hè, ontferming. Wie zich over de armen ontfermt, hè, noemde jij. En dat is ook zo belangrijk. Hè? Als je misschien weet dat iemand het moeilijk heeft, misschien financieel, gewoon eens iets aan haar of hem geven. Of koop wat boodschappen. Of geef een bloemetje. Ik noem maar wat. Hè. Ik ben bij ons in Leeuwenborg, zo heet de wijk waar ik woon in Groningen, daar staat altijd een Roemeens vrouwtje. Nou, wij hebben haar heel vaak broodjes gegeven, lekkers. Maar af en toe dan denk ik koop even een bloemetje, dan geef ik haar een bloemetje. En ze krijgt altijd geld van me. En ze is eigenlijk ook verdrietig nu, en Hendrik Jan er niet meer is, ze mist hem ook, dat kon ik echt merken. Omdat we altijd Hendrik Jan alleen of wij samen dan naar haar toe gingen. En dan stoppen we even en dan krijgt ze een tas met spulletjes. En dat zijn zo van die dingen die wij kunnen doen. Dat we met ontferming bewogen kunnen zijn. Waarom zou, en ik weet niet of de Zwolle ook zo is bij winkelcentra. Hè, en waarom zouden die mensen dat staan? Je kan denken, oh, het zal wel goed gaan met ze hoor. Misschien geeft iedereen ze wel geld. He, die gedachte kan je in je opkomen. Maar ze staan er niet voor niks natuurlijk. In die landen, zij komt uit Roemenië, is ontzettend veel armoede. He, daar hebben ze niet de sociale, hoe noem je dat, verzekeringen zoals wij dat hebben. Als we geen werk hebben dan in Nederland, dan hoeven we niet om te komen van de honger toch. He? Maar in dat soort landen heb je dat niet. En weet je, en dat is ook een opdracht voor ons als Gods volk, als Gods kinderen, om met ontferming bewogen te zijn. En dat kan voor misschien zelfs de mensen heel dichtbij je zijn. Misschien je vriend, je vriendin. Misschien iemand in je familie. Ook waarvan je weet dat zij of hij het moeilijk heeft. En de Heer die vraagt het ook aan ons. Het is ook een opdracht van ons. He, een opdracht aan ons, dat we met ontferming bewogen zijn. Amen. En eens even kijken hoor, ik had nog een paar teksten op. Dan gaan we die nog even lezen, dat is in Matteüs.
Matteüs 9. En dan vers 35. Een klein stukje. En daar staat, en Jezus ging alle steden en dorpen langs en leerde in hun synagogen en verkondigde het evangelie van het koninkrijk en genas alle ziekten en alle kwalen. En toen hij de scharen zag, werd hij met ontferming over hen bewogen, daar zij voortgejaagd en afgemat waren als schapen die geen herde hebben. En toen zeide hij tot zijn discipelen, en de Heer zegt het ook vanmiddag tegen ons, de oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Bid daarom de Heer van de oogst, dat hij arbeiders uitzende in zijn oogst. Amen. En als ik nou zie hier vanmiddag ook wat jongere mensen, en ik weet niet of jullie Jezus al kennen, maar als je hem kent, stel je hart open voor hem. Hè? En laat je gebruiken. Hè? Dat je de liefde van Jezus naar anderen kan uitdragen. En natuurlijk geldt dat voor ons allemaal. Amen. Dat is zo belangrijk. En mijn ervaring is, als je dat doet, dan word je er zelf heel erg blij van. Kennen jullie dat? Als je getuigt naar anderen, ik denk wel eens, dan ben ik helemaal in de wolken. Vooral als ik merk dat het zijn uitwerking heeft. Hè? Matteüs 14, vers 14 staat ook. En toen hij uit het schip ging, zag hij een grote schare en hij werd met ontferming over hen bewogen en genas hun zieken. Dat is zo mooi, hè? Dat de Heer de schare zag en hij werd met ontferming bewogen. En even kijken, Matteüs 20 nog een tekst. Ja, dat is ook zo mooi. Dat gaat over de genezing van de twee blinden. En dan zegt in vers 34, Jezus werd met ontferming bewogen en raakte hun ogen aan. En terstond werden zij ziende en ze volgden hem. Nou, mooi hè? Ze werden ziende. Maar wat deden ze? Ze volgden hem. Dat is mooi hè? Het gebeurt ook wel eens dat onbekeerde mensen door Jezus aangeraakt worden. En dan gaan ze hem volgen. Dan gaan ze hem aannemen ook. He? Juist door wonderen gebeurt dat ook vaak. He? Dat mensen dan denken van, oh maar die God, die Jezus wil ik leren kennen. En dan gaan ze hem accepteren. Dat is toch wel heel mooi, hè? Amen. Halleluja. Ja, ik heb ook nog iets uit Spreuken. Dat is vanmiddag ook al uitgelezen. Hoofdstuk 14. En daar staat vers 31, wie de behoeftige verdrukt, en dat is goed om over na te denken, want die zijn smaad, die smaken, maar wie zich over de armen ontfermt, eert hem. Dus als wij ons ontfermen over de armen, de verlorenen, die zoon, als het ware, die was ook verloren, maar als wij dat doen, dan eren wij de Heer. Hè? Ja. Wij zelf, Hendrik, Jan en ik, hebben al jaren ons zendingswerk in India. En waar we dus zorgen, financieel ook, vanuit de gemeente, voor de weduwe en de weeskinderen. En bijbels, mijn man Hendrik Jan heeft dus jaren ook les gegeven aan de bijbelscholen. En er zijn ook, 400 of zo gemeentes die onder onze gemeente vallen, die dus bij ons wilden horen. En dat is zo fijn om dat te doen. En ook als we daar waren in India, dan zie je al die kindertjes. Ik weet nog, een keer kwamen we daar. Het is daar natuurlijk vreselijk heet. Al vroeg in de ochtend. En we kwamen daar aan bij een pastor en zijn vrouw. En die ook een weeshuis daar hebben. En ook voor weduwezorg. En ineens kwam... in Nederland zou je zeggen hallo of goedemorgen. Maar nee, zij kwamen op ons af, een heleboel weeskinderen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Dat riepen ze constant. Nou, dat was zo geweldig om dat mee te maken.
En ze zijn zo blij overal als je komt. Maar dat is ook een, hè, ook een opdracht. Dat wij ook niet alleen hè, je eigen broeders en zusters, maar ook denkt aan de armen, de behoeftigen in het buitenland. Hè, wij krijgen ook, wij, ik ben nog gewend om wij te zeggen, maar heel veel post ook waar mensen ook vragen of we ze willen ondersteunen. En buiten onze tiende, want dat is ook een heel belangrijk iets, als je je aansluit bij een gemeente of je komt er gewoon regelmatig. En ik weet dat het een onderwerp is waar mensen soms moeite mee hebben, maar dan is het heel goed om te beginnen met je tiende te geven. Tiende zijn 10% van wat je binnenkomt. Ikzelf noemde het geloof ik een tijdje terug nog in onze gemeente. Als wij, Hendrik Jan en ik, bijvoorbeeld een gift kregen, ook voor ons persoonlijk, dan ging altijd 10% naar het werk van de Heer. Vakantiegeld, wat dan ook, misschien heb je huurtoeslag, misschien heb je zorgtoeslag. Vond ik zo fijn dat Hendrik Jan was er zo radicaal in. Direct deed hij dat, haalde hij eraf en dat ging naar, hè, naar het werk van de Heer. En dat is zo belangrijk, weet je, want een gemeente die kan niet bestaan zonder financiën. Dat is gewoon nodig voor apparatuur, voor sprekersgeld, voor, nou vul maar in, hè, voor andere dingen. He, het gaat niet zomaar, he? En dat is heel belangrijk, wil ik jullie gewoon op het hart leggen ook. En mijn ervaring is, we hadden het er samen nog in de auto even over, dat als je aan de Heer geeft, als je je tiende geeft, dan word je zo gezegend. Amen. Wij hebben best, Hendrik Jan en ik, hele moeilijke tijden gehad financieel, maar altijd verzacht de Heer. He, we hebben zelfs heel lang geleden hoor, een tijd gehad en onze zoon zat op de bijbelschool en dat kostte heel veel geld. En we hadden een keer op een ochtend, we zeiden, nou we hebben het gewoon deze maand niet. En ik weet nog goed, en ik lag nog in bed en de Jan kwam op de rand van bed zitten. En wij baden en we zeiden, hoe moet het nou, hè? Maar toch vertrouwden we de Heer. En Hendrik Jan is naar beneden gegaan. En wat lag er door de brievenbus? Een envelop. Ik weet niet wie het gedaan heeft. Maar precies dat bedrag, een groot bedrag zat erin. En dat hebben wij meermalen meegemaakt. Als we heel krap zaten. En leuk is, dan weet je niet van wie, maar je weet wel, het is van Jezus. Hè? Maar die heeft gewerkt in de harten van die personen. Amen. En zo werkt het. Maar als jij getrouw bent, als je, hè, soms denk ik wel eens, ja, ook bij ons in de gemeente, waarom waag je het niet? Ook al heb je misschien weinig inkomsten, misschien zelfs schulden. Maar ik geloof echt, als je het doet, dan gaat de Heer de schulden ook oplossen. Amen. Absoluut, geloof ik. Ja. Hè? Want we hebben toch een rijke papa, een rijke God. Ja. Een liefdevolle God, die van ons houdt. Die wil niets liever dat het goed met ons gaat. Amen. Halleluja. Ja. Hij is een getrouwe God. Yes. En weet je, misschien ben je vanmiddag hier en zit je een beetje in de put, of misschien heel erg, misschien ook niet. Maar blijf vertrouwen op de Heer. Hij houdt van je, heeft het beste met je voor. Jonge mensen, hè, normaal gesproken zeggen we, je hebt nog een hele toekomst voor je. En de Heer wil je gebruiken. Hè, hij houdt van je. Amen. Halleluja. Even nog uit Psalm 116 heb ik nog. Oh ja, dat vind ik zo mooi. Daar staat in vers 5. Genadig is de Heer en rechtvaardig. Onze God is een ontfermer. Halleluja. Dank u Jezus dat u dat bent. Heer, we willen u alle eer, alle glorie geven. Heer, u bent een geweldige God. Heer, u bent een lieve papa. U zorgt voor ons, uw zoons, uw dochters. En Heer, raak ons aan, Heer. Vader God, zodat als het misschien zo is dat we wat afgedwaald zijn, dat we terugkeren. Net als de verloren zoon. En dat we komen in het huis van u, bij u, Heer Jezus. Aan uw boezem als het ware. Heer, veilig in uw armen. Heren, raak ons aan. Heer, bemoedig ons. Heren, en misschien zijn er onder ons die pijn hebben, verdriet hebben, zorgen hebben. Die denken, ja Jacob, je kan het wel zeggen, maar jij weet niet hoe het met mij is. Heren, maar u weet het wel. En ik bid, Heer Jezus, dat u ieder aanraakt. Heren, dat u ons, ja, bemoedigt, Heer. Vader God, dat we, ja, als we straks daar hier weer weggaan, dat we weten, u hebt gesproken vanmiddag. Dank u wel daarvoor. Halleluja. Dank u, Jezus.
Halleluja. Kiria Rabasanya Rabasukria. Vanmiddag vond ik wel leuk, Ilse die zei, zullen we in tongen zingen? Nou, ik ben iemand, ik hou daar heel erg van. En ik weet niet of iedereen hier in tongen kan zingen. Ik denk